Deze week is het de Wereld Suïcide Preventieweek. In alle vroegte op dinsdag om 6 uur vond de wandeling Walk into the Light plaats. Deze wandeling stond in het teken van aandacht voor suïcidaliteit en suïcidepreventie. De wandeling is een landelijk initiatief van Walk into the Light. En Walk into the Light wil eigenlijk meer aandacht vragen om het thema zelfdoding wat meer uit de taboesfeer, het is altijd een raar woord, maar meer uit de taboesfeer te halen. Dat het wat normaler wordt, dat ook zelfdoding helaas bij het leven hoort. En de symboliek erachter is om echt vanuit de donkerte, waar degene die zelfdoding gedaan hebben, eigenlijk om ook de nabestaanden weer wat meer perspectief te bieden. Of de mensen die nu zelf worstelen met ideeën om uit het leven te stappen, ook weer het licht symbolisch te brengen. En de wandeling is vooral ook de verbinding met elkaar om daarmee ook aan te duiden het normale contact wat je met elkaar kunt hebben in een gewone wandeling of een kopje koffie samen drinken, dat al enorm veel goed kan doen. Het is heel fijn om in verbinding te lopen en te merken dat heel veel mensen die je niet kent, waar je toch een praatje mee aanknoopt en waar je een gesprek mee hebt en heel snel ook over een heel kwetsbaar onderwerp in gesprek bent. En als we hier na het wandelen bij elkaar zijn om het ontbijt te nuttigen, weet je, hoe mooi is het dan dat heel veel mensen ook dan weer met elkaar in gesprek komen. Ja, het is echt meer dan waardevol. Ik vond het echt heel bijzonder en vooral dat iedereen het gewoon op zijn eigen manier mocht doen. Dat we echt, ik heb gevoeld dat er steun was voor elkaar en dat er ruimte was om met elkaar of in gesprek te zijn of gewoon te luisteren. Dat is heel bijzonder. En waarom doet u mee vandaag? Ja, tweeledig. Wij werken eigenlijk, ondersteunen huisartsen om mentale gezondheid van de mensen die bij hun in de praktijk, dat heet dan patiënt, maar mensen die daar ingeschreven zijn, om dat te organiseren. En tegelijkertijd ook mijn eigen verhaal. En ik geloof gewoon ook dat het juist goed is dat we daarover praten. Dus ik worstel zelf ook met gedachten dat ik er soms niet hoef te zijn of dat de wereld beter af zonder mij zou zijn. Dus ik weet ook een beetje hoe dat voelt. Ja, ik denk dat wij onze kinderen, maar ook zelf, dus als ik even kijk, wij leren niet te praten over dingen die moeilijk zijn, maar ook niet wat goed gaat. Dus het gaat niet per se over het gesprek over de dood, maar het gaat gewoon überhaupt over het gesprek. Hoe gaat het eigenlijk met jou? En dat gesprek, daar zijn wij wel voor dat wat meer gebeurt. En ik hoop dat dit daar ook een steuntje in de rug bij is. Ik ben hier eigenlijk ook tweeledig. Ik ben hier vanuit mijn werk. Ik werk voor Markiza. Dat is een organisatie die in 14 gemeentes ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein mag gaan wegzetten. En ik ben hier omdat ik zelf een geschiedenis heb met gedachtes aan de dood. Ik vind vandaag belangrijk omdat je merkt dat sommige onderwerpen gewoon lastig bespreekbaar zijn. En dat mensen niet zo goed weten hoe ze daarna bij elkaar naar moeten vragen. En ik denk dat als we daar allemaal iets minder ingewikkeld over doen, dat het gewoon fijner wordt. Ik heb meegewandeld omdat ik ben nu 52 en ik heb zeg maar in mijn jeugd en de jaren daarna zelf altijd het gevoel gehad van het was een vergissing dat ik hier ben op aarde. En ik wilde er eigenlijk helemaal niet zijn. Maar daar heb ik nooit met iemand over gepraat. En in die tijd was dat ook niet echt een optie. Het was niet zo dat er niemand was waar ik mee kon praten, maar je had het daar gewoon niet over. Dus ik was altijd alleen in die overtuiging. En nu is er gelukkig een beweging dat mensen hier openheid over willen en met elkaar creëren. En ik zie gewoon, ik heb het ook vanmorgen weer gezien, hoe belangrijk dat is. Ik heb hele fijne gesprekken gehad met mensen. Ik vond het gedicht heel fijn wat Peggy voorgelezen heeft. De kring sowieso, dat moment dat je daar met een hele grote groep staat. Het momentje dat je muziek werd gedraaid, dat er ook tranen lopen. En dat mag dan ook, want het hoort er ook bij. Er waren heel veel mooie momenten. Eigenlijk van begin tot het einde. En
als dat even dan uit onze organisatiegroep mag vertellen. Wij hebben hier in het begin ook gestaan, voordat we begonnen met de wandeling, even een momentje voor onszelf genomen, een kaarsje aangemaakt voor iemand. En dat vond ik ook heel erg mooi, want we zijn allemaal mensen. Nou, het zou mooi zijn als het in elke kern van Horst aan de Maas een keer roelerend zou kunnen plaatsvinden. Zeker ook omdat er nog steeds vandaag de dag 5 mensen per week uit het leven besluiten te stappen. Ja, we hebben nog werk te doen.